In het filmpje leg ik uit hoe je een module, in dit geval een module van een review, kan verdubbelen en daarna kan bewerken. We zijn ingelogd in de WordPress-omgeving en we bevinden ons aan de voorzijde van de website. Je ziet bovenaan hier dat je bent ingelogd. We gaan de Visual Builder op de pagina inschakelen en daardoor zie je dat de omgeving bewerkbaar wordt. Als je je muis eroverheen beweegt, dan zie je duidelijk dat daar wat gebeurt. Deze twee modules staan in een soort frame, in deze ene rij. Een rij die bestaat uit één kolom. En daarin staan die twee modules. De simpelste wijze in dit geval is het verdubbelen van een bestaande tekstmodule en daarna de tekst aanpassen. Als je je muis beweegt over de module, zie je al deze iconen. En deze middelste, als je je muis ook stilhoudt, zegt hij wat hij doet. Hij gaat de module dupliceren. Klik er één keer op en hij staat daaronder. Dus in dit geval is het een hele eenvoudige handeling. Daarna kan je de module openmaken. Hier staat de tekst. Je kan er eventueel nog een auteur of wat dan ook bijschrijven, maar in dit geval staat er verder niets in. Ik sluit hem even en ik verwijder hem, omdat de klant in dit geval nu zelf de module kan verdubbelen. Ik verwijder hem door op het prullenbakje te klikken. Pats. En je weet, als je fouten maakt met het bewerken, klik je op deze knop. Überhaupt klik je op deze knop als je je werk wilt opslaan. Maar dat kan je dus ook doen als je een fout hebt gemaakt. Je klikt op het klokje en daarna kan je teruggaan in de tijd, pagina geladen, en je klikt weer op oké en dan ben je weer terug in het verleden, eigenlijk in de toestand van een aantal seconden of minuten geleden. Opslaan, Visual Builder verlaten, en zo heb je de pagina aangepast.